Mattenburg is een oud landgoed wat rond 1850 gesticht is door Maria van Mattenburg, waar dus de naam vandaan komt. Het is een buitenverblijf voor haar. Ze woonde ergens anders, maar ze wou graag een locatie hebben waar ze ook prettig kon vertoeven. En dat is eigenlijk de grondlegging, het begin van dit landgoed. De bouwstijl van de villa is neoclassicistisch. Het is een sobere bouwstijl. Ja, het lijkt inderdaad ook wel een beetje op Soestdijk. Je hebt natuurlijk de villa waar het mee begonnen is. Daarnaast heb je natuurlijk de liepe tuinmensen rond en er hoort dus een tuinmanswoning bij. En ja, je moet de tijd toch terugplaatsen, niet in de autotijdperk, maar ook in de koetsen. Dus er is hier ook een koetshuis. En eigenlijk wat er later in is gebracht is de orangerie. Ze hebben op een gegeven moment de kuiplantenverzameling aangelegd en die moet in de winter binnenstaan. Dus zodoende dat er eigenlijk een orangeriegebouw hier ook is ingebracht. De villa is gerestaureerd in 2011. We hebben een casco-restauratie uitgevoerd, zo heet dat. Dus we hebben aan het interieur van de villa hebben we niks gedaan. We hebben alleen de buitenkant opgeknapt. We hebben het dak heel compleet vervangen, daar zat boktor in. We hebben compleet het stukwerk gerepareerd en vervangen. Kortom, een omvangrijk restauratieproject. Het mooie van Mattenburg is eigenlijk, of het park Mattenburg, dat het eigenlijk zoals het er nu ligt twee tuinstijlen heeft. Eigenlijk de grondlegging was eigenlijk gewoon het hele park was Engelse landschapstijl. En in 1880 is eigenlijk dit gedeelte waar we nu zitten eigenlijk toen pas ingebracht. En eigenlijk meer als een soort Franse stijl met meer rechtsymmetrisch en ja, de kuiplanten zoals we die nu zien. Kuiplanten behoren toch tot op top 5 van Nederland. Als je kijkt naar het bloembed wat voor de villa ligt, het pukkelerbed, zijn wij eigenlijk nog de enige in Nederland die dat in deze vorm nog heeft. Nou, we zijn op landgoed Mattenburg nog niet klaar zoals jullie vandaag gezien hebben. We hebben dit jaar ook een restauratieplan gemaakt voor de theekoepel en de ijskelder. En die plannen die zijn goedgekeurd, maar we moeten nu nog de financiering zien rond te breien. En Europa heeft ons erg geholpen bij de villa. Maar we zijn nu weer op zoek naar nieuwe geldbronnen om deze andere uitdagingen uit te kunnen voeren. Het geld uit Europa is eigenlijk naar twee verschillende objecten gegaan. Achter mij staat de orangerie. In 2005 is die helemaal aangepakt. Dat is voor een flink bedrag is daar aan verspijkerd. Het was echt heel erg achterstallig onderhoud, dat het bijna eigenlijk gevaarlijk werd voor ruiten die naar beneden konden komen. Zo erg was het zelfs. Het andere deel van de subsidie dat is eigenlijk vorig jaar in de restauratie van de villa gegaan. Een hele grote klus, wat ook zeer veel gekost heeft. De villa was eigenlijk compleet wit. De luiken waren wit, de kozijnen waren wit, de muur waren wit, allemaal wit. Ook met nog verkeerde verven die gebruikt zijn. Dus het was monnikenwerk om ook die verf te verwijderen. Maar we hebben gekrabd naar de oude verflagen. En daar hebben we de verfwaaiers hebben we er langs gelegd. En de oude kleuren zijn weer in de oude luister hersteld. En voor de omgeving reageert voornamelijk positief over de nieuwe kleuren. Wij zijn druk bezig met plannen voor de toekomst. Wij vinden vanuit onze doelstellingen ook belangrijk dat dit erfgoed behouden blijft.
Maar het moet ook betaald worden. En dus ook die villa die zal in de toekomst toch een andere functie gaan krijgen. Voor ons is het belangrijk ook dat het publieks toegankelijk wordt. Dat we delen met het publiek. We zijn toch aan het zoeken naar vormen als beperkte horeca, trouwerijen, maar ook seminars en wat chiquere diners voor genodigden. Het plekje waar ik me hier het beste voel is, dat is wel bij de theekoepel. Hier bij de kuiplanten en eigenlijk het theehuisje. En met die zichtassen en die lijnen. Als ik daar sta en ik kijk rond, ja, dan zie ik eigenlijk het mooie landschap. Vaak een ree die er loopt of iets wat buizen die langs vliegt. En een ree die daar in de ochtend in de zon staat, dat is wel een plaatje. Ja, dat is toch wel mijn plekje ook, ja.